is ondernemer van Elburg. Ik wil jullie graag hartelijk welkom heten hier op deze Dag van de Ondernemer. Wij proberen de laatste jaren iedere keer weer wat te bedenken om te laten zien dat wij blij zijn met jullie als ondernemers. Want het is toch wel belangrijk om ondernemers te hebben in onze gemeente. Want ik heb eigenlijk zelf als stelregel, als het met de ondernemers goed gaat, dan gaat het met onze hele gemeenschap ook goed. En er zijn toch jullie die echt respect verdienen, die keuzes maken, die risico's nemen. En de laatste jaren zijn nou niet de meest eenvoudige. Jaren waarbij soms niet alles kon gebeuren wat je wilde. Nu weer de onzekerheid van de energie. En elke keer slagen jullie er toch in om door te gaan. Om onze mensen aan het werk te houden. En het zou mooi zijn dat je iedereen hier vanmorgen had, maar dat lukt niet. Dat hoeft ook niet. Maar het is ook echt een signaal van ons om te laten merken hoe belangrijk wij jullie vinden. Het is ook wel een mogelijkheid dat je elkaar nog eens even ontmoet. Of dat we wat mensen kunnen laten zien, zou ik bijna zeggen, aan jullie, die misschien belangrijk zijn. Want ondernemen, zeg ik altijd, moet je zelf doen. Daarvoor moet je niet bij de overheid zijn. Maar wat we wel graag willen doen, dat is zorgen dat de mogelijkheden er zijn. Zoals jullie weten zijn we al een heel aantal jaren lid van de regio Zwolle. En hebben daar het kenniscentrum ontwikkeld. We zien ook steeds vaker dat de ondernemers gebruik van maken die iets van innovatie hebben en dan toch even een duwtje in de rug nodig hebben om een stapje verder te komen. We zien ook dat heel veel mensen van het ontwikkelfonds gebruik maken. Waarbij je 50% van de opleidingskosten vergoed krijgt om flexibeler te zijn. Om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Ook dat gaat goed. Ik zie Bianca Lippeke, MKB Regio. Bianca, wil jij in 1 of 2 zinnen zeggen hoe belangrijk jij voor ons bent? Ik weet dat je belangrijk bent. Nou, om nou te zeggen dat ik zo belangrijk ben, dat wil ik niet zeggen. Maar ik ben ambassadeur voor MKB Regio Zwolle. En daar is de gemeente Elburg ook bij aangesloten. Er zijn 20 gemeentes die daarbij aangesloten zijn. En ik zou het wel heel mooi vinden als er ondernemers zijn die daarvoor, even commercieel praatje ook, voor €280 per jaar lid van willen worden. Want MKB Regio Zwolle heeft echt onwijs veel te bieden. Wat jij net zei over opleiding en zo. Ik denk dat het echt heel interessant is. Het is een grote en goede lobbyclub. Dus ik zou zeggen, schiet me zo aan en ik vertel je graag meer. Wat voor richting jullie op willen als gemeente, streepje met de ontwikkelaar? Ja, wij hebben over de inrichting enige tijd geleden een bijeenkomst gehad. Daar hebben wij de buren, de gebruikers, de huurders, nou, iedereen die een rol speelt rond het plein hebben we daarbij uitgenodigd. Die hebben gevraagd om ideeën te opperen en naar voren te brengen. Die ideeën zijn inmiddels verwerkt. We hebben daar de begroting bij gemaakt, er is een ontwerp van gemaakt. En ik dacht dat begin december, ik durf geen datum te noemen, er een nieuwe bijeenkomst komt. En dan willen we diezelfde mensen laten zien wat we met allen input gedaan hebben. En dat zal ook weer wat water bij de wijn doen zijn, want sommige mensen staan haaks op elkaar. De een die wil de marktkramen aan de linkerkant, de ander aan de rechterkant. Nou, wij moeten ook knopen doorhakken. De een wil een waterelementje, de ander juist niet. De een wil bankjes, de ander niet. Nou, wij hebben goed geluisterd en we hebben een goede architect opdracht gegeven om dat te verwerken. Begin december laten we dat aan de betrokkenen zien. En dan hoop ik dat we s'avonds kunnen zeggen van oké, mensen, dit wordt het. En nu als de wielen weer gaan aan het werk. Het zou te gek zijn dat het gebouw in april klaar is en dat wij nog niet met een winkelplein hebben. Dus we gaan echt aan de gang. Goed, wethouder, dank u wel en veel succes met de toekomst. Dank je wel, graag gedaan. Bij mij staat Linda Draaier van de Smaakmeesters uit Elburg. Linda, jullie hebben een cateringbedrijf. Yes. Wat houdt dat in? Ja, wij zitten dus in de maaltijden, evenementen en inderdaad de catering voor voornamelijk buffetten moet je dan aan denken. Maar de maaltijd is vaak individueel of voor 2, 3 tot 4 personen. Ja. Nu staan wij hier bij Bakker Schult over het ontbijt voor de ondernemers. Verzorgen jullie ook ontbijten? Zeker, ja. We verzorgen ook de ontbijten. Lunches, diner, eigenlijk alles wat iemand wenst. Gaan we even naar diner. Nee, jullie verzorgen warme maaltijden. Jullie verzorgen dus ook stamppottenbuffetten, tijd van het jaar. Maar ook de feestdagen komen eraan. Ja. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Ja, met de feestdagen hebben wij behoorlijk wat buffetten in het vooruitzicht staan. Maar zijn er nou mensen die gewoon thuis lekker willen eten met z'n 4, 6, 8 samen?
Dan heb je natuurlijk de maaltijden die je kan afhalen bij ons. En dus gewoon thuis kan nuttigen. Ja. Ja. Voor de feestdagen, aparte menus? Ja, we hebben een aparte menu. Die komt er nog op. Denk aan hazenpeper, ossenhaasjes, van alles. En die komen op de website te staan. Ja. Komen op de website te staan, zoals je dat al zegt. Jullie zijn dus bezig met de ontwikkeling om de website te updaten. Yes, ja, echte kerstminuutjes, de kerstpakketten staan er al op. Maar de echte kerstminuutjes voor ook gewoon lekker thuis, die staan erop. De buffetten staan er sowieso altijd op. Dus die zijn zeker terug te vinden op de website. Ja, we hebben vrijdagmorgen het ontbijt gehad bij Bakker Schult. De grote baas achter alles, dat staat nu even lekker ontspannen bij ons. Hoe is het verlopen? Ja, het was gezellig volgens mij. Het was druk. De gemeente had georganiseerd. Hebben ze goed gedaan. Leuk in de Baksmolen. Recht tegenover het gemeentehuis. Ja, sfeer is hier gewoon mooi. Dat mag ik zelf zeggen inmiddels. Dat horen we heel veel. Dus ja, het is, we hebben wel meer ontbijtsessies 's ochtends. Dus dit was een van de vele die we al gehad hebben. Ja, dat is best wel een succes. En volgens mij waren de ondernemers lekker met elkaar in gesprek. Dus dat was helemaal prima. Ja. Ja. Ik was hier vanmorgen vroeg als een van de eerste, maar dat maakt niet uit, want ik wilde graag zien hoe het hele verhaal wordt opgebouwd. Er komt een grote bestelwagen voorrijden met al die prachtige kratten erin, vol met brood. Ik heb met verbazing staan te kijken, want dat is de afgelopen nacht klaargemaakt in jullie hoofdlocatie. Ja, dat is inderdaad wat wij goed in het snotje hebben, zeg maar. Dat doen we inderdaad 's nachts, maar we bereiden ook alvast veel voor overdag. Want ja, we willen toch ook zo duurzaam mogelijk zijn, maar ook goed voor de mensen zijn. Dus ze bereiden heel veel in de middag voor en het voordeel van brood is dat je het kunt laten rijzen. Dus dat kan overnacht rijzen, dus dan kun je mooi de tijd geven. En dan beginnen we 's ochtends met bakken. Dus dat trucje, dat snappen wij en dan heb je het kraakvers, kunnen we het uitrijden. Maar het blijft een vroeg vak, het blijft iets van de vroege ochtend, dat sowieso. Maar ja, win the morning and you win the day, hè? Dus dat past bij ons heel goed. Ja, goed. Ik heb het ook al tegen je collega's gezegd. Ik heb vroeger ook zelf de brood- en pakketopleiding gedaan bij de LTS in Zwolle. Toen in die tijd nog. 100 jaar geleden? Nee, dat is ben 69. Dus dat is ruim 50 jaar geleden, als het niet langer is. Maar goed, dat maakt even niet zoveel uit. In die tijd is het natuurlijk zeker op broodgebied, ook pakketgebied, een heleboel veranderd. Maar ik was met name geïnteresseerd in hoe jullie productie ligt. Nou, je geeft het net al aan. We werken eigenlijk zowat 24 uur per dag. Maar zeker in de broodsoort is het natuurlijk de afgelopen jaren een heleboel veranderd. Kijk eens naar deze deeg, om een voorbeeld te noemen. Ja, er is inderdaad heel veel veranderd, maar ook weer niet. Enerzijds, tuurlijk is er veel veranderd. Tuurlijk moet je met je tijden mee. Er zijn trends, die komen, daar ga je met mee. En die gaan weer. Daar zijn we altijd wel redelijk uniek in, zeg maar. Maar nogmaals, brood blijft iets wat al duizenden jaren oud is. En de basis is nog steeds precies hetzelfde. Ja, dus bloem. Gist, water, broodverbeteraars. Ja, die broodverbeteraars die proberen we zoveel mogelijk weg te duwen. Dus vandaar ook dat wij Desum gebruiken op al het brood. Zodat al het brood? Ja. Ook de witte busbroden enzovoort? Ja, ook op het Hollands busbrood zit gewoon Desum. Ja? Omdat wij van mening zijn dat het beter smaak geeft. Mensen hebben het half niet in de gaten, maar als het er niet op zit, proef je het wel. Dus dan zeg ik van dat is mooi, maar dat is echt een natuurlijke broodverbetermiddel. Daarnaast zijn we op dit moment in Oldebroek hebben een hele nieuwe hypermoderne bakkerij gebouwd. Kijk, hier in Elburg ben je in de oude setting terug naar het verleden. In Oldebroek nu staat een hele nieuwe bakkerij, grote bakkerij, ambachtelijk. En die is voorzien van alle nieuwste snufjes voor de toekomst, de duurzaamheid. Maar er zit ook weer een ander natuurlijk element in, dat is het vacuümbakken. En wat is dat? Ja, sorry. Vacuümbakken is het bakproces, gaan we dan met een kwart verkorten. En dat gaan we dan in een gevacuumeerde atmosfeer, gaan we dat doorbakken, terwijl het afkoelt. Dat betekent dat je een mooiere structuur krijgt, een malsere structuur en een veel fijnere korst. En dat is puur natuurkunde, daar zijn we onvoorstelbaar trots op. En de eerste in Nederland is nu neergezet in Oldebroek een maand geleden. Daar is nog een beetje testen, dat is logisch. Maar het staat al en ik ben onvoorstelbaar trots op het resultaat dat we daarmee hebben. En dat is iets dat gaat een trend worden in de bakswereld, denk ik. Goed.